In Flanders Expo in Gent vond afgelopen weekend de anime- en cosplaybeurs Facts plaats. Ook op deze editie waren de cosplayers talrijk aanwezig. Mediaraven vroeg zich af hoe je nu begint aan het maken van zo'n kostuum. De beide kostuums, zowel van mijn vriend als dat van mij, zijn zelf gemaakt, volledig. Vanuit niets. Ben je van nul naar dit gegaan eigenlijk? Meestal zoek ik een cosplay op die op een mens kan gedragen worden. Ik vind het nogal moeilijk om een furry-achtig iets te maken. Ook zoek ik iets naar armor, omdat ik in textiel niet zo heel goed ben. Maar de moment dat ik iets vind, dan zoek ik daar echt alles op van op. Dus hoe dat andere mensen het al gemaakt hebben, als ze het al iets gemaakt hebben, dan kan ik me daarop baseren en hopelijk beter maken. Heb je het allemaal zelf gemaakt? Ja, het kostuum zelf was er niet zoveel werk, het was vooral de schmink dat veel werk was. En heb je onderweg naar Facts veel mensen en die naar jou zitten kijken? Ja, vooral op de trein. Eigenlijk gewoon beginnen opzoeken wat we graag zouden willen doen. Ja, en ook eens in winkels gaan kijken. Voor deze kleed hebben we ook in winkels gaan vragen of ze dat nog hadden liggen. En dan zo verder zitten zoeken op YouTube en hoe dat je die wondes moest doen en alles. En zo zijn we dan hierop uitgekomen. Dus alles behalve het kleed is zelf gemaakt? Ja. Het kleed heb ik ook zelf vuil gemaakt en ja, zo. De rest is zelf. Ja, dat is gewoon een kei leuke ervaring en ik vind dat echt leuk eigenlijk. En ook gewoon dat je andere mensen ook eens kunt bekijken en dan zelf inspiratie kunt opdoen. Dus ja. Hebben jullie al veel foto's moeten nemen? Ja, nu zitten we rond de 40, dus dat is echt wel leuk.